Hallo allemaal, ik ben het weer Nerfboy en welkom bij deze nieuwe Nerf Combo Review. Nerf Combo Review 23. Het was leuk, Nerf Combo's en alles. Het is echt helemaal geweldig. Ik ben eerder een combo gast dan dat ik gewoon een echt officiële reviewer ben. Dit is nu al de 23ste, ik heb hier alweer twee nieuwe combo's liggen. Dus we hebben in totaal dan al 24 combo's gehad. En dat is heel veel. En ja... De komende tijd gaan er bijna alleen maar combo's komen. Ik ga zoveel mogelijk combo's voor jullie proberen te maken. Ik ga een beetje zitten denken en alles. Om te kijken of ik nog iets van een nieuwe combo kan bedenken. Want we hebben al zoveel gehad en alles. Dat soort shit, weet je. Dus ja, het wordt lastig voor mij om nieuwe combo's, goede combo's te bedenken. Dus ja, nu heb ik hier twee nieuwe combo's en we gaan natuurlijk alvast beginnen met de eerste combo, Nerf Combo 23. Ja, hier hebben we hem al. Ja, oké. Okay. We hebben hier Nerf Combo 23. Nou, ik vind hem op zich wel, ja, eigenlijk weinig waardig. Ik kon niks beters verzinnen op het moment. Ik snap als jullie gewoon... dislikes doen op dit geweer. Want ik zou het ook wel doen, dislike, bij dit geweer op zich. Want het is niks bijzonders eigenlijk. Oké, ik ga hem voor jullie uit elkaar halen. En dan zien we wel waarom en dat soort redenen. En shit. Nou, zoals jullie al hebben gezien is het originele wapen de Rapid Strike CS-18. De Rapid Strike CS-18 heb ik puur gekozen omdat het een uitklapbare stak heeft. Een paar swing points, dat kan handig zijn. Het is een clip system geweer. Het is een elektronisch geweer, daar ben ik sowieso gek op. Het heeft een ingebouwde richter die zo hier doorheen gaat. En dan kan je hier zo uiteindelijk er doorheen zien. En het heeft een opclip switch. En het heeft hier namelijk tactical rail. En hier ook een tactical rail. Hier een tactical rail en hier een tactical rail en hier een tactical rail. Waardoor je veel tactical rails hebt en je gewoon overal bijna wel iets kwijt kan. En dat is gewoon heel erg handig bij dit geweer. En het is semi-automatic. Dus dat het, als je gewoon deze trekker de hele tijd inhoudt, dat hij gewoon de hele tijd blijft doorschieten. Dat is het eerste wapen, is een soort van dit. En dat is wel heel bijzonder. Goed. De clip system is met de 12 dart clip van de Retaliator. Het is puur omdat het gewoon handig is bij de... hoe heet zo'n ding nou? Ja, het is gewoon handig bij het geweer. Het is niet te veel, te weinig. En ik vind het gewoon een hele fijne clip om te hebben. Hij is makkelijk namelijk eruit te halen. Hij is niet te lang omdat hij gewoon de hele tijd zo irritant geluid maakt. Als je dit doet, hoor je niet echt heel veel. En ik pak even een andere clip. Bijvoorbeeld deze clip van de Raven. Als je die... Die wiebelt nogal. En dat is dus ook bij de andere 18 dart clips. En daarom is deze 12 dart clip heel erg handig bij dit geweer om te hebben. En hij is gewoon heel fijn. Want dit geweer is een beetje eigenlijk bedoeld als een soort van sniperachtig iets. De Mission app zit er ook op. De Mission heb ik puur opgezet voor het filmen van dit geweer. Het is namelijk een heel gaaf geweer om te filmen. En dan kan je zien hoe het schiet en alles. Ik heb hier nog nooit beelden mee opgenomen met de Mission app. Puur omdat ik gewoon geen mobiel heb waar het goede memory card is om op mijn computer te zetten. En dat vind ik best jammer voor jullie. En ook voor mezelf eigenlijk wel een beetje. Want ik vind het ook wel jammer, want ik heb eigenlijk dit ding bijna voor niks gekocht eigenlijk. Dan heb ik hem gewoon voor 20 euro voor niks gekocht eigenlijk. Dus ja, dat is wel jammer. De bipod van de Centurion is puur voor dus de sniperachtige actie. Het is namelijk gewoon heel handig. Hij heeft verschillende. Hij kan het hele ding zo rond. Gewoon iedere keer. En dat is heel fijn. Om een beetje sniperactie te doen. Daarvoor is deze geweer ook heel handig. Je kan namelijk heel ver schieten met dit geweer. En het is gewoon heel fijn. En daarom heb ik ook 12 dart clip gekozen. Zodat hij gewoon makkelijk kan staan op de grond. Dus ja. En dan heb ik de Spectre Rev 5 Barrel op gedaan. Puur omdat die heel fijn is. En het lijkt net alsof je silencer er eigenlijk op hebt. En dat hoort eigenlijk ook wel een beetje bij een, een soort van sniperactie. Dus daarom ook. Nou, hoe zet je het geweer in elkaar? Nou,
Je hebt gewoon heel simpel dit geweer zelf. Je haalt deze alvast naar achter en deze zet je alvast rechtop. Je pakt de mission app en die zet je bovenop dit ding. Oh. En staat hij erop. Pak je de bipod en die zet je er natuurlijk gewoon zo op. En dan zet je deze dingen naar voren. Dan pak je de barrel en die zet je er ook op. De bipod moet wel naar voren eigenlijk, want anders kan je deze niet pakken. En dan moet je eigenlijk een beetje hier zo pakken en dan heb je ook geen zin in ofzo. En dan heb je hier de 12 bar clip en die zet je dan gewoon in het clip system. En dan heb je de combo. Het is inderdaad niks bijzonders ofzo. Dus ja, het goede ding is op zich dat het... Het kan verschieten, het is Sony Automatic, het kan heel handig zijn. Je kan je film, je kan alles opnemen, kan je zien of het goed of slecht is. Het slechte ding is gewoon dat het gewoon eigenlijk deze barrel alles verneukt een beetje. Dit bipod ding, ja, het is handig, maar ja, het is niet echt nodig op zich. De binnenkant, de mission app erop is best wel irritant, want je wordt snel afgeleid door de mission app als je hier doorheen kijkt, door het gat, door het richtertje gat. Ja, voor de rest is de 12 dart clip best wel snel op. En dat is op zich wel jammer, nou, natuurlijk ook. Maar ja, maakt niet uit. Als je gewoon een paar 12 dart clips of andere soort dart clips bij je hebt, dan kan je het natuurlijk ook gewoon laden in de clip. In de clip system in de Rapid Strike. Dus ja, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze Nerf Combo 23. En ik zie jullie weer in de volgende combo, Nerf Combo 24. Dit was Nerf Boy uit.